Een kunstcollectie die je niet alleen kan zien, maar ook kan horen, voelen en ruiken. Met de nieuwe collectiepresentatie Dwarsverbanden wil het Van Abbe Museum zijn bezoekers kunst op een andere manier laten ervaren. Je krijgt een nieuwe blik, een nieuwe ervaring van iets wat je misschien al kent, of soms van iets wat je nog niet kent, leer je voor het eerst kennen. En dat ging natuurlijk, van oudsher ging dat in de beeldende kunst, met beelden en met het oog. En wij dachten eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel jammer, want ja, we hebben meer zintuigen. Waarom kunnen we niet een veel rijkere ervaring maken? En waarom kunnen we niet ook een ervaring maken voor mensen die een zintuig missen? Een groot deel van de schilderijen zijn voelinterpretaties van gemaakt, geurinterpretaties, muziekstukken en audiobeschrijvingen. Zodat ook bijvoorbeeld bezoekers met een visuele handicap ook kunnen genieten van de kunsten uit onze collectie. Aan de rechterkant van het hoofd hangt het haar in een punt. Bovenin voel je een oog dat je recht aankijkt, met daaronder vier gezichtsrimpels. Sjors Kabel is vanaf zijn 30ste blind. Kleuren en vormen kan hij zich nog wel goed voor de geest halen. En hoewel hij graag naar het museum gaat, is dat als visueel beperkt persoon toch vaak lastig. Dan stond je voor een schilderij en iemand beschreef bijvoorbeeld wat er op de schilderij te zien was, een landschap of een portret. Nou, en dat was het dan. Maar nu kan ik het ook voelen of ruiken of horen. En dat geeft toch een extra dimensie. Dat geeft toch het gevoel van dat ik via mijn eigen zintuigen toch contact maak met het kunstwerk. Waardoor het toch dieper binnendringt. En dat geeft een, dat is heel verhelderend voor me. Geeft me een goed beeld. En met als gevolg dat ik het schilderijen ook ineens bijzonder ga vinden. En zelfs mooi ga vinden. Ja, laat je 10 mensen één en hetzelfde kunstwerk beschrijven, dan hoor je 10 verschillende verhalen. Omdat iedereen op zijn eigen wijze, via hun eigen zintuigen, dat waarneemt. Maar ik wil het zelf waarnemen. Ik wil zelf voelen, figuurlijk en letterlijk voelen, hoe het kunstwerk is. Dwarsverbanden is de eerste collectietentoonstelling in Nederland waarbij je zoveel zintuigen kunt gebruiken. Dit is eigenlijk voor iedereen een verrijking. Als je als ziende bezoeker een kunstwerk kan aanraken en al voelend kan ervaren, dan krijg je ook weer een hele nieuwe kijk op zo'n kunstwerk. Wij hopen ook dat andere musea, niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld, geïnspireerd zullen worden om dit voorbeeld te volgen. Je ziet aan de reactie van George dat we er een heleboel mensen heel blij mee kunnen maken. Heel veel mensen kijken in musea, maar hebben vaak ook de drang of de neiging om dingen aan te raken. Hè? En de geuren ook. Hè? Dat gaan net even een extra dimensie geven aan het kunstwerk. Dus het is niet alleen voor de gehandicapte mens, maar juist ook voor de niet-gehandicapte mens kan het een hele goede, waardevolle aanvulling zijn. Zaterdag 18 september wordt Dwarsverbanden om 11 uur geopend voor publiek. De collectiepresentatie in deze vorm is nog tot en met eind 2024 te bekijken.